U luistert naar Business Club Radio en mijn gast is Wim Werkman. Hij is voorzitter bedrijfskring Veenendaal. En nou zou ik graag van jou willen horen, Wim, wat is nou dat fenomeen ondernemend Veenendaal? Wat betekent dat precies? Wat is dat? Nou ja, de woorden zijn op zich natuurlijk helder, maar het heeft absoluut ook een betekenis en een historie. En er zit ook een uitdaging in om dat wat helder te maken. Want er zijn eigenlijk twee fenomenen rond het fenomeen ondernemend Veenendaal. 1. Wij hebben in het georganiseerde bedrijfsleven in Veenendaal, hebben we, behalve die bedrijven in Veenendaal voor de strategische belangenbehartiging, hebben we coöperatieve verenigingen op de per bedrijverein eigenlijk. Bedrijfvereniging. Ja. En die doen aan collectieve belangenbehartiging op zo'n bedrijventerrein. En dat gaat van collectieve arbo, zorginkoop tot en met zonnepanelenprojecten en dergelijke aan toe. En die bij elkaar hebben we ooit ook ondernemend Veenendaal genoemd. Okay. Dat is 1. En 2, en dat is denk ik nog wel belangrijker om dat te melden. Het fenomeen ondernemend Veenendaal is ook vooral de communicatie paraplu geworden van alles wat wij zeg maar in Veenendaal doen op het gebied van het organiseren van zaken rond het bedrijfsleven. En partners in zo'n ondernemend Veenendaal als communicatieplatform zijn de gemeente, de bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve vereniging, maar ook de stichting ICT Valley. En winkeliers, winkelcentrum. Inderdaad, de stichtingen Binnenstad Veenendaal. Ja. En dat alles bij elkaar noemen we dan ondernemend Veenendaal ook als communicatieplatform. En daarbinnen, zeg maar, daar zijn zeg maar de ondernemers vertegenwoordigd door de verschillende subafdelingen die dan met elkaar kijken naar het totaal en hoe dat er zeg maar gezamenlijke evenementen kunnen komen of gezamenlijke projecten, zoals bijvoorbeeld toen de glasvezel. Ja, de glasvezel, dat was nou zo'n voorbeeld van iets wat opgepakt is vanuit die coöperatieve verenigingen. Ja. Want daar vindt het dan ook vooral plaats. Het is misschien goed juist om dit moment om te melden dat in dat ondernemend Veenendaal we net vorige week is dat geweest, een convenant hebben getekend. Juist. Waarin die partijen die ik net noemde, handtekeningen hebben gezet onder een stuk die aangeeft waar we de komende jaren vooral voor gaan. En noem eens een paar dingen. Nou, kort. Het meest kort wat ik kan zeggen is dat wij vooral gaan voor behoud en uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. Ja, dat is dus door meer bedrijven hier naartoe te halen dan wel de bedrijven die er zitten te laten groeien. Exact. Nou, en in het geval van Veenendaal is dat dus ook vooral ICT, maar ook andere bedrijven. Oké. Okay. Nou, we gaan daar straks nog verder meer over horen. We gaan nu luisteren naar The Golden Earring met When the Lady Smiles.